Heel veel van jullie kijkers hebben vragen gesteld en we gaan er gewoon een paar beantwoorden en ja, je gaat het gewoon krijgen, jongens. Nick Smits vraagt aan ons, leg in de roundup uit hoe het werkt met Spotify alsjeblieft. Heel veel van jullie hebben gevraagd, breng 101 Bars sessies op Spotify. Mm-hmm. Het is heel veel werk voor ons. Je hebt sowieso de producers, soms zijn de beats van internet geplukt, zijn ze van Amerikaanse producers of wat dan ook, weet je. En iedereen moet eigenlijk een soort van goedkeuring hebben gegeven op papier voordat een sessie online kan op Spotify en gestreamd kan worden. We bestaan nu inmiddels 11 jaar, dus er is echt heel veel audio die we moeten clearen. En daar zijn we mee bezig en we proberen zoveel mogelijk tracks van vroeger en van nu op Spotify te krijgen. Maar ik denk dat we sowieso die van Frisco even moeten opkleren, want heel veel, we hebben in die video zegt hij van stream hem op Spotify, ja. Maar wij dachten dat we hem konden clearen, maar het is die beat van Kodak Black Tunnel Vision. Dat gaan ze dus dan, ja, en dus dan kom je tegen dat aan. Dus heel veel mensen vragen om die sessie van Frisco. We hebben wel akkoord van iedereen, alleen het is niet een beat van die, waar hij recht op heeft. Dus dan krijgen wij struggles daarmee. Dus soms is het gewoon qua regels en zo komen we er gewoon niet uit. Life is a bitch, man. Bureaucratie, politiek. Don't let it kill you. Dion0167 vraagt via Instagram: hoe komen jullie aan onontdekte artiesten? Worden jullie zelf geïnformeerd of zoek je social media af? We hebben sowieso een redactie. Het is een kleine redactie. We hebben niet veel mensen. We kijken gewoon online. Soms wordt het aangeboden door, worden we getipt door mensen die wij respecteren. Rappers, labels, whatever. Labels, rappers, whatever. En soms zien wij zelf iets van, hé, deze gaat te hard, weet je. Als je bij 101 Bars wil komen, laat het een win-win situatie zijn. Ja, je komt bij 101 Bars en misschien kan je goed rappen, maar misschien heb je nog daarbuiten niks opgebouwd. Je moet iets voor jezelf opbouwen. Het is helaas maar waar, het is zo. Het is niet alleen maar talent. Het is ook gewoon, hoe is je business mind? Wat wil je bereiken in het leven? Of wie spreken ze aan? Dat is ook bijvoorbeeld, sommige sessies, dan nodigen we mensen uit die bijvoorbeeld hun eigen doelgroep aanspreken. Ja. Ook part of the culture zijn. Is het geen steen? Ja. SMIP, ja. Dat soort mensen. Soms hebben die rappers ook gewoon een goede persoon achter zich. Die dat zakelijke dat doen. Mensen snappen de industrie shit sowieso niet. Artiesten zijn, wat ik zeg, hebben wel die, wat ik zeg, die plaatje, maar ze kunnen dat niet communiceren. Mm-hmm. En dan komen ze misschien uit de verkeerde hoek van, hey, ik wil ook dit of zo. Kijk, wat hij net zegt, je moet wel beseffen, wij zijn ook gewoon mensen. En je moet ook gewoon met respect op mensen afkomen voor anders. Hey, maar dat niet alleen, weet je, wat ik wil uitleggen is, je moet gewoon op een missie zijn. Het moet een win-win situatie zijn. Wij moeten er ook iets aan hebben. We zijn een groot platform. Misschien, ook al ben je een goede rapper, misschien is op dit moment dit platform nog niet voor jou bestemd. Misschien moet je een aantal stappen nog zetten voordat je hier wordt uitgenodigd. Als je een goede artiest bent en je hebt die stappen gemaakt, naar onze mening, het is ons platform voor jullie. Ja, laten we dat niet mistwisten. Maar heel veel rappers, ja, dit, dat, zo. We zijn geen fucking buurthuis. We zijn niet aangesloten bij een of andere stichting, vereniging, die zegt van, hé, dit zijn de regels en als mensen zich daaraan houden, dan kunnen ze naar 101 Bars gaan. Fuck dat. We zijn niet commercieel. Bro, we zijn niet commercieel, bro. Ik zorg dat we altijd mensen in het team hebben die van deze cultuur houden, ja? Als jij hard werkt en je bent nog niet uitgenodigd, je bent nog niet hier geweest, hey bro, nog 30.000 andere mensen met jou. Misschien 40.000 andere mensen met jou. Bro, er is te veel. Iedereen is aan het grinden. Grind harder dan de rest. Je weet toch, grind harder dan de rest. En who knows kom je daar. Volgende vraag is ook via Instagram, dat is Honcho18x. Gaan jullie nog eens cijfers organiseren? We leven in een tijdperk waar er zoveel geld wordt verdiend in hiphop. Na al die jaren dat we voor weinig geld gingen rappen, voor whatever, whatever. Dus mensen, hun agendas worden ook steeds voller. Mensen hebben gewoon
daadwerkelijk elke dag shit te doen. Dus nu wil je een heleboel mensen bij elkaar krijgen op dezelfde tijd, op dezelfde plek. Is fucking veel werk, fucking moeilijk. Veel bellen, veel praten, veel zussen, zo. Dus hey, wil ik cijfers terugzien? Graag. Wil ik een megasessie ooit nog doen met 100 man, een half uur, een uur lang? Graag. Tuurlijk. Hey, the almighty weet het alleen. Een vraag die we echt heel veel binnen hebben gekregen, is wat wij vinden van vlograppers. Dus die YouTube mensen die nu ook pokus gaan maken. Ze hebben een eigen lane, man. Ik heb het gewoon beseft, man. Ze hebben een eigen straat. Ik vind wel dat het verschil is in vlograppers. Ja, maar dat is een verschil. Dat ook, dat ook. Hé, vriend. Oké. Dat zijn vloggers die wij scharen. Je hebt mensen zoals Nassim en QC. Precies. Ja. Die zijn culture. Die zijn... Nassim, QC... Ja. Rapte al voor die shit. Way back. The Final Whole Wang. Rapte al lang. Er zijn nog meer hoor, die echt daadwerkelijk rapten. Whatever. Er zijn bepaalde mensen die zijn gaan vloggen, maar die waren altijd al rapper. Mm. Maar op een gegeven moment, je gaat uitbreiden. Je gaat doen wat goed is voor jouw leven. Ja, en op een gegeven moment... Kom je via andere weg en dan kan je... Via andere weg, ja. Maar je weet niet wat diegene vroeger toen de Chingy Boy was in zijn slaapkamer deed. Dat weet je ook niet. Ja. Maar ik vind wel, kijk, sommige mensen, er zijn ook mensen die misbruik maken van hun following. Tuurlijk. Ja, dus, maar zelfs dat, weet je, kijk, ik denk er heel simpel over. Die mensen zouden geen clout krijgen op het moment dat niemand ze clout gaf. Mm-hmm. Maar die mensen krijgen op een of andere manier clout vanuit de cultuur. Ja. Dus, wie moeten we blamen? Moeten we diegene blamen die zijn money pakt? Of moeten we de cultuur blamen dat ze cloud geven? Ja. Weet je? Als je iets niet tof vindt, toch? Draai het niet in je auto. Mm-hmm. Stream het niet op je streaming service. Ja? Zet het niet in je playlist. Ja? Luister het niet. Moet je een dislike geven? Nee, niet per se. Maar waarom moet je een handeling treffen om te laten weten dat je het er niet mee eens bent? Skip het, ga naar de volgende song. Er zijn waarschijnlijk miljoenen of miljarden songs in de wereld al uitgebracht. For the world to listen. Ik heb nog een vraag op YouTube van Decrone L. Ik denk dat ik dat zo uitspreek. Komen er nog nieuwe internationale artiesten? Ik bekeek laatst GZA van de Wu-Tang Clan en The Outlaws met RB Jam. Dat is echte hiphop. Er bestaat wel iets zoals echte hiphop, maar... Wie ben jij om te zeggen wat echte hiphop is? Hey, knowledge. Back in the days hebben we best wel vaak echt legends over de vloer gehad. We hebben Onyx gehad, we hebben Jizza gehad, Bone Talks. Riff Raff, maar hij is niet een legend, maar hij is wel classic. Sowieso. Maar het ging ook gewoon wereldwijd viral. Maar we hebben nog meer gehad, Capone en Noriega. Mm-hmm. Heavy hitters hebben we bij NOM Bars gehad. Enig wat het is. Wat mijn probleem was, is dat de Amerikaanse cultuur is zo anders en die mannen zijn, ik wil niet zeggen... Ze verwachten gewoon iets anders. Ze verwachten zoveel shit en ze willen dit en ze willen dat en ik ben niet iemand die kont gaat kussen en niemand van mijn team gaat kont kussen. En we zijn NOM Bars ooit begonnen voor onze mensen, Nederland en België. Snap je? Mm-hmm. Want België is er op een gegeven moment gewoon bijgekomen omdat we praten dezelfde taal. Dus fuck it, Nederland, België, dat is 101 Bars. De rest is bijzaak. Back in the days, toen we buitenlandse artiesten gingen uitnodigen, pakten ze mad views. Maar nu, wanneer was het? 2-3 jaar geleden hadden we Ryan... Vorig jaar in september was het volgens mij Ryan nee? Leslie. Hadden we Ryan Leslie. Ja, Ryan Leslie heeft zijn eigen privéjet. Ja, we hebben, hoe heet die Jamaican artist? Jacques Cure hebben we gehad. We hebben echt grote artiesten ook bij 101 Bars gehad. We hebben 6ix9ine gehad. Mm. Maar de Nederlandse artiesten scoren beter, doen het beter bij jullie. Gewoon de fans. Het is eigenlijk gewoon zo, als wij op een plek zijn, iemand van Bars op een plek is waar die artiest is.
en er is een soort van wederzijds respect, dan gaat het gewoon. Ja, toch? Ja, maar dan gebeurt het gewoon weer. Ik gooi wel eens een hengeltje uit. Zo van die dat ik even management mail of dat. Ja, en sommige mensen hebben gewoon geen interesse. En dat snap ik ook wel. Weet je, ze zijn hier komt het op neer. We gaan geen kont kussen. We gaan niet slijmen voor een sessie van een buitenlandse artiest. Je wil, als je wil komen, ben je welkom. Zo niet, go fuck yourself, man. Dit is Nederland, man. We kunnen zoveel blijven lullen wat we willen, maar uiteindelijk, onze intenties zijn goed. En we doen wat we willen en we doen waar we ons goed bij voelen. En ik hoop dat jij dat ook doet. 2018 is van jou, 2018 is van ons. Much blessings naar jou en je familie. One love. One love. Skrr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 
ook. Is...